Dank u wel, voorzitter. En eerlijk gezegd, mevrouw de minister, ik moet u eigenlijk eerst bedanken. Ik zou eerst willen bedanken, want zoals de voorzitter zegt, ik heb mijn vraag ingediend aan de premier of diens plaatsvervanger. En ik stel vast dat Alexander De Croo wel heel graag de plaatsvervanger van de premier is als het over het klimaatplan gaat, maar niet als het gaat over de besteding van belastinggeld. Dat vind ik toch wel een beetje vreemd. Maar ter zake, mevrouw de minister. Gisteren bevestigde minister Koen Geens dat de Europese Commissie eigenlijk al in februari met een beslissing naar buiten wou komen in de zaak rond de staatswaarborg voor Arco. De minister die reageerde zeer prompt en kordaat, toverde heel snel een juridisch advies uit zijn hoed, een advies over een beslissing van 2 jaar geleden. Het resultaat is nu wel dat de beslissing van de Europese Commissie uitgesteld wordt. Wellicht tot na de verkiezingen nogthans. Ik zou zeggen, als men een positieve beslissing verwachtte, had de CD&V er alle belang bij dat dit nog voor de verkiezingen kenbaar gemaakt werd. Dus conclusie, de minister gaat ervan uit, dit is een negatieve beslissing. De waarborg kan geen stand houden. En hij staat er niet mee alleen. Ook Belfius heeft al een aantal commerciële reserves aangelegd voor mochten klanten hun geld wegtrekken als die waarborg vernietigd wordt. Kortom, dit was een truc van de minister om de beslissing over de verkiezingen heen te tillen en die coöperanten die schade geleden hebben, eenvoudige spaarders nog minstens tot aan de verkiezingen in de onzekerheid te laden. Ik vind dat frappant. Die mensen zijn slachtoffer van misleiding, van bedrog. Die moeten hun geld terugkrijgen tot op de laatste cent in de eerste plaats van diegenen die hen bedrogen hebben en met hun geld zijn gaan gokken. Dat is het ACW. Maar meer nog, minister Geens die stelde dat er desnoods een plan B moet komen. Een plan B om ervoor te zorgen dat de belastingbetaler integraal opdraait voor dit ACW-debacle, voor het verlies van die Arco-coöperanten en om het ACW volledig buiten schot te houden. Zelfs als Europa de waarborg niet goedkeurt, dan nog moet de betaling doorgaan, moet de belastingbetaler opdraaien en moet hier desnoods zelfs een Europese boete bijnemen. Vandaar, mevrouw de minister, mijn vraag. Is dit een regeringsstandpunt? Is dit gedragen door heel de regering? Of is het een persoonlijk standpunt van de minister? Is deze regering, inclusief uw partij, inclusief Open VLD en NMR, vastbesloten om de schade die de coöperanten geleden hebben integraal door te schuiven naar de belastingbetaler en vooral het ACW buiten schot te houden? Heeft de regering daar zelfs een Europese boete voor over? Is dit het standpunt van de regering? Ik had het graag van u vernomen. Dus het antwoord dat minister Geens gisteren in de commissie gaf, beschrijft zeer duidelijk het standpunt van de huidige regering. De regering zal het huidige garantiemechanisme dus blijven verdedigen, zolang de lopende procedures dit mechanisme niet ongeldig verklaren en de mogelijkheden tot beroep niet zijn uitgeput. Voor het overige is het niet aan de huidige regering om verantwoordelijkheid te dragen voor het regeerakkoord waarover voor de volgende legislatuur zal worden onderhandeld. Merci, madame la ministre. Monsieur Le Decker. Dank u wel, mevrouw de minister, voor uw antwoord, en ik stel inderdaad vast dat er nog wel wat zal gebakkeleid worden richting de volgende regering. Maar ik stel nog iets anders vast. Ik stel vast dat het ACW er hier een minister bij gekregen heeft. Een minister die ook weet dat de huidige staatswaarborg niet lang meer zal houdbaar zijn en die bewuste coöperanten een rat voor de ogen draait en die beslissing probeert uit te stellen tot na de verkiezing. Ik vind dat onaanvaardbaar. Die mensen, die coöperanten, die zijn slachtoffer. Slachtoffer van een systeem opgezet door het ACW, waar zij zelf profijt aan deden, terwijl die coöperanten met de risico's zaten. Die mensen moeten vergoed worden, tot op de laatste cent. Tot op de laatste cent, in de eerste plaats, door diegene die hen bedrogen heeft. En dat is het ACW. Pas als het ACW haar verantwoordelijkheid genomen heeft, pas dan kan de belastingbetaler bijspringen om de schade volledig te vergoeden. En ik stel ook vast, men gaat daar blijkbaar echt in door, ik stel vast dat er eigenlijk geen enkele partij is die dit terugfluit. Dat er geen enkele partij is in deze regering die nog oog heeft voor het algemeen belang, het belang van de belastingbetaler. Hier geldt het belang van de zuil. Ik dank u.
antwoord van de minister die zegt dat de huidige waarborgregeling die de regering uitgedokterd heeft, dat die blijft gelden zolang, en dat zei de minister er heel duidelijk bij, zolang alle procedures nog niet uitgeput zijn. Dat betekent dat dat standpunt opnieuw wordt bekeken op het moment dat die procedures wel uitgeput zijn. En ze distanceert zich natuurlijk ook over de volgende regering die zelf zal moeten beslissen wat die doet. Toch wel een belangrijke reactie van de regering hier.